Eindelijk was het moment daar. Jasper Cillessen is vandaag gepresenteerd als de nieuwe keeper van NEC. Cillessen maakte zijn debuut voor NEC in 2010 tegen Heerenveen. Dat werd toen 2-2. Maar hij komt nu dus weer terug via Ajax, Barcelona en Valencia. Welkom terug allemaal, terug in het Goffertstadion. En ik denk dat ik dat ook voor de man naast mij mag zeggen. Jasper Cillessen, na 11 jaar terug in het Goffertstadion. Ja, of Cillessen de eerste keeper van Oranje moet worden, daar is nog wat discussie over. Veel mensen zien liever niet de keeper van NEC het doel verdedigen tijdens het WK. Wat vindt Jasper Cillessen daar nog zelf van? Ja, goed. Er zijn wel vaker vraagtekens bij mij gesteld. Dus ja, goed, daar kan ik niks mee. En ik ga gewoon lekker genieten en ga presteren hier in de Goffert. Dus en dan zien we wel. Ja, 11 jaar geleden zei hij het al. Ik kom terug bij NEC. Nou, Jasper Cillessen blijkt dus een man van zijn woord. Ja, precies. Als je je woord geeft, moet je het houden. Ja, nou, 11 jaar terug. Wanneer dacht je voor het eerst van, god, het zou nog wel eens echt kunnen gaan gebeuren? Nou ja, goed, na het gesprek met Marcel begon het natuurlijk wel extra te kriebelen. Alleen wat ik net ook bij een collega van jou gezegd heb, van, ja, dan moet Valencia nog wel willen meewerken. En dat heeft wat langer geduurd. En uiteindelijk is dat dan wel extra speciaal dat je dan thuis mag komen. Ja, en hoe klaar ben jij nou met Spanje? Niet, want ik heb mijn huis thuis nog en ik vind het een fantastisch land. En ook de mensen waar ik mee gewerkt, fantastisch. Dus nee, ik ben niet klaar met Spanje. Je gaat waarschijnlijk spelen zondag tegen Volendam. Dat is natuurlijk een geweldig affiche als je terugkomt van Estadio Mestalla. Ja, inderdaad. Jan Smit die was er heel blij mee. Ja. Die appt al van welkom terug. Dus. Ja, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het gaat om het feit dat de punten gepakt moeten worden. Hoe staat de ploeg er eigenlijk voor toen jij binnenkwam? Wat was jouw eerste idee? Vrij positief. En zondag natuurlijk ook tegen Twente een goede wedstrijd gezien. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in dit jaar. Je keeperstrainer ken je natuurlijk ook goed. Die heb je nog achter je gehouden een tijdje. Zeg je dat nog wel eens tegen hem? Ja. Als die wat zegt en grappend zeggen we er wat over. Dus, maar goed, voor de rest, we weten allemaal wat we willen. En ja, daar werken we met z'n vieren aan als keeper zijnde. Nou, je bent hier nog wel steeds om je op niveau te blijven. Ja, precies. En ook over 3 maanden is natuurlijk het WK. Dus ja, dan kun je niet hier komen en denken van, oh, het komt wel. Nee, we gaan wel gas geven. Ja, 100%. Dan is er nog meer transfernieuws rondom NEC. De 25-jarige verdediger Philip Sandler komt waarschijnlijk deze kant op. Sandler speelde vorig seizoen bij Feyenoord, maar is nu transfervrij. Gaat de selectie van Rogier Meijer achterin versterken. Hij moet nog wel medisch gekeurd worden, maar de transfer lijkt eigenlijk zo goed als rond. Nou, dat was het voor vandaag. Jasper Cillessen is binnen, Philip Sandler komt eraan. En hou voor meer NEC-nieuws ergens even goed in de gaten. Tot ziens!